Deze week weer een ander probleem. We zitten tot de bodem vast op het strand. Weet je nog van vorige week toen de tent kapot ging door het noodweer? Het is altijd wat met de YouTube-bedonkies. Stop dan. Oh juist, kijk. Nou is hij helemaal naar zijn... En dan krijgen we een telefoontje van Decafoc, een non-profit organisatie in Turkije die onder andere afval opruimt van het strand. En de YouTube-donkies helpen mee vandaag. En als het werk klaar is, gaan we weer op reis. Deze keer naar het sprookjeslandschap van Cappadocië. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen zijn wij de YouTube-donkies. En daar zijn we aangekomen op het strand van Manafgat. En hier is Decafoc gevestigd, een non-profit organisatie. Onze vrienden van Tree the Globe hebben enkele jaren geleden een geweldige inzamelingsactie gehouden waardoor dit gebouw ontstaan is. Decafoc zorgt niet alleen voor de schildpadden die in dit gebied voorkomen, maar ze beschermen ook de zandlelies. En natuurlijk zijn er nog andere beesten, waaronder deze zeehonden, die ook beschermd worden door Decafoc. Zeeschildpadden hebben het wereldwijd slecht, onder andere door vervuiling en visserij. Soms vinden we een dode schildpad. In Seher begraaft deze op het schildpaddenkerkhof. Ik dacht dat je afval ging halen. Afval halen, ja, we gaan eerst afval opeten. We hebben nu wat nootjes gevonden, dus... Wel nootjes aan het strand. Moet niet, Ats! Deka vindt niet zo leuk dat hij vastgebonden is. Deka is de hond, de huishond. Hij is gered bij de brand 2,5 jaar geleden en heeft het prima naar zijn zin aan het strand. Hij is de hele dag onderweg. Maar goed, het is tijd. We gaan aan het werk. Wat is er aan de hand? Er is heel veel afval is er verzameld aan het strand. De vrijwilligers hebben meer dan 70 zakken afval gevonden op een stuk strand van 1,5 à 2 kilometer lang. En de donkeymobiel is een van de weinige auto's die hier door kan om deze afvalberg op te gaan halen. Wat er is er daar, Roseboom? Pompen. We gaan eerst pompen. Sevgili Eriye, çok teşekkür ediyorum bu arada. Het ging zo mooi, hè? Maar ja, het gaat natuurlijk niet altijd goed. Zelfs de donkeymobiel trekt het af en toe niet en zit muurvast in het zand. Nou, gelukkig hebben we nog een paar andere ezels die even helpen duwen. En jawel hoor, we komen weer los. Maar het valt allemaal niet mee hoe het allemaal gaat. Het is echt werken aan het strand. Tjonge, jonge, jonge, wat een toestand. Ja, du bist auch. Ja, müde. Ganz schwer. Ja. Ist auch schwer. Eén lading is opgehaald. Nou, de tweede. We hebben gelukkig niet stilgestaan. Kijk, wat zo idioot is, ze zetten hier die strandtentjes hier neer. En ze laten al die benden laten ze gewoon de hele winter leggen. Ze vertrekken, alles waait weg. En het is gewoon één grote chaos. En wie kan het weer opruimen? Ja. Juist, dat bedoel ik. Dus dat is toch wel
heel erg naar geregeld dat ze geen systeem hebben. Dat ze aan het eind van het seizoen gewoon de hele bende opruimen. Wat je onderkant, kant, hè? Zit daar ook beton in? Ik weet niet dat er allemaal in zit. Zo hoor, een beste klus hoor. We zijn weer terug in het Turtle Center. En als je dacht dat het rustig was, vergeet het maar. Seher is altijd druk en altijd onderweg en altijd bezig met de schildpadden. Zo is er weer een groep gekomen en ze geeft meteen educatie over de schildpadden, over wat er allemaal gebeurt, over het opruimen van afval. Dus het is weer een drukte van het belang in het centrum. Het gaat gewoon allemaal door. En na theorie volgt natuurlijk praktijk. Ze gaan afval ophalen op het strand en ze zien hoe belangrijk dat is om alles netjes achter te laten. Wel in de auto, niet in de donkermobiel, vertel. Nee. We gaan in de gewone auto. En waar gaan we naartoe? Naar Cappadocië. Cappadocië. Ik zie trouwens iets op die thermometer. We zijn begonnen bij 17 graden. Hij zakt nu al naar 11 na een uurtje rijden. We gaan helemaal de verkeerde kant op. Hoe is de temperatuur momenteel in Cappadocië? Geen flauw idee, maar het wordt wel heel koud, geloof ik. We kunnen sneeuw krijgen. En gaan wij dan in een tentje slapen daar? Wat doen we? Nee. Ik heb gezocht op hotel Cappadocië. Warm, zwembad, thermaalbad. En we hebben een hotel gevonden met verwarmd zwembad. Dus het kan zijn dat ik in het water slaap vannacht. Dat ligt er nog een beetje aan. En ik ben benieuwd wat we nog verder gaan doen. Maar dat zien we dan wel. Zeker. En dan gaan we op reis. Het is echt een heel eind rijden. Hè? Als je zo die kaart ziet, dan denk je van het is maar een klein stukje. Maar het is toch eventjes 450 kilometer rijden naar Cappadocië. De wegen zijn gelukkig goed. Het weer niet. Het sneeuwt onderweg zo ongeveer. Maar we gaan eventjes flink gas geven. 6,5 uur in de auto door een mooi landschap van Turkije. Van alles is er te zien, dus we hoeven ons echt niet te vervelen. Wat dus opvalt in Turkije is de enorme grote woningbouwprojecten die we langs de kant van de weg zien. En natuurlijk ook de enorme vrachtwagens die van alles vervoeren. Maar goed, we naderen langzaam Cappadocië, de eindbestemming voor vandaag. Dankjewel. Hey, Vito. Je bent een beetje moe, hè? Vertel. 56 trappen gelopen, minstens. Trappen of treden? Is hoog. Hoog is het. Maar mooi. Wel mooi. Het is wel mooi. Wij zitten in het? We zitten in het Nar... Cave Hotel. Nou, we hebben de caves gezien. In welke plaats? We hebben de Narre nog niet gezien. We zitten in Cappadocië in Nefse hier. Nou, schitterend. Drie dagen hotel. We gaan onszelf verwennen of laten verwennen. We zien wel hoe het gaat. Zo'n 2000 jaar geleden zijn ze hier aan het hakken geweest in die rotsen. En je ziet het resultaat. Nu maken ze er een heel mooi hotel van. En de helft van de kamers zit binnen in de rotsen. En de andere helft is er tegenaan gebouwd. Het voordeel als je in een hotel zit wat er tegenaan gebouwd is, dat het vaak wat warmer en minder vochtig is. En in die rotsen, ja, daar is het soms nog wel een beetje vochtig. Maar ja, je moet er maar van houden. Het is wel heel apart als je hier in zo'n hotel mag slapen. Je ziet het, de katten weten ook de weg. Die weten haast beter de weg dan de mensen. Ik kan je voorstellen dat je hier 's morgens op een terrasje zit, met dit uitzicht zit te ontbijten. Geweldig. En Erik. Nou, we hebben even een hol gehakt en daar hebben we dus een kamer van gemaakt. Mooi hoor. Dit is niet onze kamer hoor. Privé zwembad. Oeh,
privébed. Privé televisie. Hallo. En geen raam. Kousieling. Spannend. Mooi. We zijn op onze kamer beland. Ja, we zijn er. Maar je hebt toch wel even je jas aan, want... Ja, we hebben één probleem. Hier zit wel zo'n ding wat eigenlijk warm moet worden. Maar tot nu toe doet hij niks. We hebben net iemand erbij gehad. Die zei, je moet de kranen aan beide kanten opendraaien. Ook dat hebben we gedaan. Dus we wachten nog heel even af. Hij zegt, dat is nieuwe technologie, heeft hij. Nou ja, want jij vroeg al of de houtkachel er was, maar... Ik vroeg voor, ik zeg, gooi je wat hout op de kachel. Nee, zegt hij, we hebben nieuwe technologie. Dat blijkt, hij heeft nieuwe technologie. Zit je de boel een beetje te slopen? Nee, ik haal even de tv eraf. Dan kunnen we vanavond nog even tv kijken. Want we moeten ons eigen kastje met speciale tv eventjes installeren. Ah, je wilt Nederlandse televisie kijken? Juist, en daarvoor hebben we ons eigen kastje met ontvanger en alles. En dan werkt dat gewoon. Hopen we. Tuurlijk. En de verwarming is aan, hoor. Dus, nou, de verwarming is lauw. De kachel, de jas kun je uitdoen. Hij doet het een beetje. Nog een beetje opwarmen, hè. Het is nog niet echt dat je zegt van eet. Maar het begint te komen, moet het toegeven. En, werkt het? Nee, nog niet. We zijn nog aan het zoeken naar het menu. Oh, we of jij? Ik. Jij. Volgens mij is het gelukt. Hij doet het. Nederlandse televisie. In Cappadocia. In Cappadocia. Ha, ha, ha. En wat ga je dan kijken? Want je houdt helemaal niet van toen. Nee, je het kijkt. Gaat alleen omdat het wil. Het gaat niet omdat we het willen zien. Het is gewoon proberen, hè? Ja. Ik bedoel maar. Kijk, ja, dat ligt zo. Jij had mijn stoel ingepikt, dus. Ja, gezeur. Maar goed. Wil ik lekker op het bed gaan zitten bij de kachel? Nou, en een kopje koffie erbij. Nou, wat hebben we weer slecht, hè? En dan moeten we hier 3 dagen volhouden. Nou. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan zien. Zeg, dan zijn we hier dus in Cappadocia. We eten altijd lekker Turks. Maar wat heb je nou besloten? We gaan naar de Chinees. De Chinees in Turkije? Dat kan. Zeker in Cappadocia heb je verschillende. Je hebt Koreaanse restaurants en van alles en nog wat. We gaan naar de Chinees. Weer eens wat anders. Vertel eens, waarom heb je allemaal die verschillende restaurants? Ja, wat dacht je? Hoeveel toeristen hier komen? Hier komt echt de hele wereld, hoor. Ik denk dat dit echt een van de gebieden is waar de meeste buitenlanders komen. Ja, volgens mij ook. Ik ben benieuwd. Kijk, en dan moet je zo meteen... Links, hierin. Links. Zegt hij. Ik ken niet. Nou, dat waren ook Chinezen, geloof ik. Het zal me niks verbergen. Het zal heel Turk zijn. Zo, keuren we bij nacht, hè? Ja, bij avond. Bij avond, oké. Kijk, ik wou nog wat souvenirtjes kopen, maar ik denk niet dat ze dat hier hebben. Nee, dat is wel jammer. Die vorige keer ook al op, hè? Heel weinig souvenirtjes. Dat is wel weer jammer, maar vooruit. Ja. Nou, maar goed, we gaan naar de Chinees, dus we gaan even kijken of we de Chinees kunnen vinden. Ja, volgens mij dan bij die rode lampionnetjes. Lampionnetjes. Want dat is toch echt heel Chinees, hè? Chinees, hè? Kan je wel zeggen. Ja. Maar jammer dat er wat weinig souvenirtjes zijn. Dat is dan wel een heel groot probleem. Oké. Nou, kijk. We moeten nog een tijdje recht. Daar zit hij. De Chinese schuur. Is de Chinese schuur. Chinese schuur of de Chinese muur? Maakt niet uit. Maar hebben we... Chinees. We hebben de Chinees. Arriba galm, nee hoor. Dort staan. Allah Allah. Ja, zo heet je even. En mijn boel is in de Fiat. Fiat Nassel, normaal. Fiat, beugelgeur normaal. Normaal, weet. In de Rimjok, Bugun? Bugun Jok. Pasar te Sivar. Maar Pasar te Stama, Pasar te Zigirikel. Bak, heet je even. Utsjus, je mek. Valt mee. Valt mee? Nou, het valt niet mee natuurlijk. Het valt nooit mee. Hè. Als geld kost, valt het nooit mee. Maar? Ik heb gevraagd voor korting. Maandag hebben ze korting. Oeps. Dus als ik... Er prikt een pikwing in mijn kont hier. Ik ben door een pikwing in mijn kont geprikt. Ik loop achteruit en ik zet mijn reet in een pikwing. Dit is niet goed hier. Gaan we hier dan wel heen of gaan we weg? Open. Vooruit, oké. Tamam. Merhaba.
Kijk nou even, dit is de Great Wall of China. Nou, dat kan je ook wel zien. Dit moeten we met z'n tweeën opeten. Ja, Joke. Dus dat is. Oh nee, we hebben hulp, dat scheelt weer. We hebben gelukkig hulp. Johan, hebben we echt een probleem. Ziet er goed uit. Van elk liggen 3 stukjes. En we zijn met z'n vieren. Ja, dat komt er super uit. Dus dat komt goed uit. Het is één persoon, hè? Ja, dit is een soort test hoe snel je ruzie krijgt met elkaar. Hè? Nou, vooruit, we gaan het opeten. Joke gaat er met stokjes te lijf nou, hè? Dat is helemaal gewaagd. Ik heb wel mijn kleren ondergespoten. Ja, normaal doet ze altijd eerst even overal aan voordat ze gaat eten, maar dat hebben ze hier niet. Dus, nou, nog een hap, let op. 1, 2. Nou, ik zie het toch eens aan, hè? Zo? Het is op. Het is op, hè? Zo. Lekker. Ja, Nou, kijk, dat is dan een bordje met rijst. Onderweg heeft er waarschijnlijk een kip heeft een ei gelegd op het eten. Dat zal, ik weet niet, maar het kan zijn dat dat zo hoort. Denk je, Joke? Joke, hoe kan je zien dat wij in Turkije zitten? Wat gaat hier ouderwets verkeerd eigenlijk? Oh, dat bedoel je. Juist. Nou, we hebben allemaal eten besteld, tegelijk. Juist. En Eetje heeft dus al haar eten. Ze moet ook van ons eten, want anders wordt het koud. Juist. Wij krijgen zo meteen... Maar zometeen, ja, ooit een keer krijgen wij ons eten, dat weet je nooit. Oké, okay, ken je dat? Communicatieproblemen. Met de kapper. Met de kapper bijvoorbeeld. Of met de garage, of met weet ik wat. Ja, ik ken het met de kapper wel en ik trap er elke keer ook weer in. En wat gebeurt er dan? Nou, als je iets blonde wilt, en je hebt die twee nummers. Ja, dan mengen ze dat. Ze mengen dat, maar dan pakken ze van de ene kleur wat dingen. Dus ik ben wat donkerder. Donker? Het is net als Zuid-Afrika komt. Ja, ik ben in het donker liggen. Dus ik ga nou elke dag mijn haar wassen. Dan wordt het misschien vanzelf lichter. Ja, dat gaat vanzelf. Duurt een maand of 3. Voordeel, maar, mijn grijze haren zie je nou niet meer. Nee. Dat is een ding wat zeker is. Maar het is wel bijna zwart. Fijn, hè? Communicatieproblemen. Dit ziet er goed uit, hè? Kijk aan, we hebben alleen een beetje bloemen op de achtergrond. Nou ja, vooruit, dat zal er wel bij horen. Het ligt daar nou op je bordje? Dik, je zwemt nog, zie je dat? Daar ging ik vroeger mee vissen. Ik heb een hele viskoffer vol van die twisters. Daar kan je snoeken mee vangen. Dat is hartstikke handig. Die ga je niet opeten, zonde, die wil ik meenemen. Nou, 1, 2, hap. Zit er een haakje in hoor, let maar op. En natuurlijk, na het eten krijg je thee in Turkije. En je bent natuurlijk in een Chinees restaurant, dus je krijgt Chinese thee. De volgende dag, breakfast. Ga je werken? Werken? Ik ben heel erg gek. Het is weekend. Ja, omdat je zo mooi naar die molensteen kijkt. Ja, kijk, een molensteen. Ik heb een steen heb ik. Om je nek hangen. Dat bedoel ik, ja. En dan gaan we weer naar boven naar het breakfast. En het zijn trapjes, nog meer trapjes. We gaan omhoog, we gaan omhoog. En gangetjes, we gaan gangetjes door. Je voelt je echt helemaal hoe al die mensen dit duizenden jaren geleden hebben ervaren. Ongelooflijk. Ik weet hoeveel treden hebben we wel gehad? Ik ben de tel kwijt. Kloek, kloek. Ik mag jou niet binnenlaten. Nee, ik mag niet binnen. Het is slecht weer, hè? Laat me erin, laat me erin. Ik heb het zo koud. Ik kan erin, ik heb honger. Die kat kan praten. Lekker ontbijt, mooi hotel. En, zeker, goed voor elkaar dus. Alleen? Nou? Als je gehandicapt bent en je zit in een rolstoel, raad jij dan dit hotel aan? Dan raad ik aan 2 hele sterke vrienden mee te nemen die jou naar boven kunnen hijsen. Want dat is dan inderdaad nog wel een probleem hier. Want het is allemaal wel trappetje. Ja, en smal. Zeker, maar ik denk sowieso heel Cappadocia. Alle attracties, alle dingen waar je naartoe gaat. Het is nog niet echt dat je zegt van je kan met gehandicapten hier... lekker rondkijken. Lekker weer buiten, hè? Regen. Ja, buiten, maar niet alleen buiten, hè? Ook binnen regent het. Wat? Jawel. Wat? Ja, ik zit in de regen hier. Vertel. Kijk, daar komt het vandaan, hè? Het druppelt naar binnen. Dus ik ga een paraplu vragen zo. Vertel, wat gaan we zo meteen doen? We gaan eens even buiten kijken. We pakken de auto, we gaan op reis. En dan zou je zien dat het winters toch iets anders is in Cappadocia dan in de zomer. Erik's reisadvies.
ga je naar Cappadocia, kies het juiste seizoen. Want daar zit nog wel verschil in. Kom. En dat was het maar weer voor deze week. Volgende week testen we de offroad eigenschappen van de Fiat Doblo. En dat valt niet mee. Het regent ook nog eens, dus dat valt ook nog een beetje tegen. Maar gelukkig de volgende dag worden we wakker met een mooi besneeuwd landschap. En dan sluiten we af met een wijnproeverij in Turkije. En oh ja, abonneer even en een duimpje omhoog natuurlijk.